Nieuwe oefeningen en deze keer op basisfuncties. Ik open de eerste oefening. Ik moet een aantal gaan berekenen. Een maximum en een minimum blijkbaar. Hier zie ik dat staan. Aantal, maximum, minimum. Het enige vervelende voor jullie is dat ik dat alleen maar in het Engels kan tonen. Dus jullie zouden hier typen is aantal. En dan kan je verder werken. Of natuurlijk met de functieassistent gaan werken. Aangezien ik in het Engels werk, moet ik hier niet aantal gebruiken, maar count. Ik druk op enter. Hij gaat vragen van welke waarden of in welk bereik wil jij het aantal ingevulde cellen tellen. Ik duid het bereik aan, ik druk op enter en ik heb mijn aantal. Hetzelfde voor maximum, dat gaat wel gelijkaardig werken als bij jullie. Ik druk op is max en dan krijg je dezelfde functie als bij jullie. Blijft in het Nederlands dus ook max. Druk op de enter toets, vanaf dan springt hij tussen de ronde haakjes. Hij vraagt het maximum van wat? Ik duid het bereik opnieuw aan en druk op enter. Het minimum nog eens berekenen is min. Druk op enter en ik duid het bereik aan. Zo, die drie functies die kunnen we gewoon gaan verplaatsen of uitbreiden naar de rechterkant. Ik laat ze los en zodoende is eigenlijk alles al afgewerkt. Er staat ook nog een rapport 1 aan de linkerkant. Daar had je eigenlijk gewoon een totaal moeten berekenen. Dus wat kan je doen is dit plus dat natuurlijk, die kon je gebruiken. Of, zoals ik al eerder gedaan heb, je kan de som gebruiken zoals gevraagd wordt. De som van niet die waarden, maar deze twee. Drukt op enter. En ook die trekken we naar beneden. Dan werd er nog gevraagd om een gemiddelde te berekenen. Bij jullie is dat natuurlijk gemiddelde. En zo kan je dat verder maken. Bij mij bestaat gemiddelde in het Engels niet. Maar heet dat average. Dus ik heb het gemiddelde nodig van die eerste taak. Druk op enter. Datzelfde trek ik naar rechts door. Ik wil wat minder cijfers achter de komma. Dus ik ga een aantal keren op die min hier drukken. Zo, voilà. Twee cijfers achter de komma lijkt me prima. Dus die oefening is al af. Ik ga ze niet bewaren. Don't save. Ik ga naar de volgende. 1432. Taverne. Ik sleep eerst mijn bereik een keertje naar links en naar boven. Hier wordt gevraagd om in kolom D telkens het subtotaal te berekenen met een formule. Dus heel eenvoudig, ze hebben hier geen cola's gekocht, dat maakt het waarschijnlijk gemakkelijk. Ik druk is de prijs van een cola maal het aantal cola's, sorry, in dit geval 0. Dus hij zal mij 0 laten zien. Ik kan dat naar beneden gaan trekken, maar ik weet nu al, ik ga iets korter werken. Geef de bedragen in kolom B en D een opmaak met het euroteken. Dus ik ga hier nu de valuta's al aanduiden. Het vervelende aan LibreOffice is wel dat hij de Belgische of de Belgische opmaak van eurotekens beschouwt als een euro achter het bedrag. Dus ik ga dat veranderen. Rechtermuisknop, format cells, bij jullie heet dat cellen opmaken. En dan kan je hier van boven bij het format of opmaak kunnen jullie gaan kiezen voor Dutch Nederlands. En als ik dat verander, dan ga je zien dat het euroteken ervoor staat. Wil je echt zelf je opmaak gaan aanpassen? Ik zal dat eens eventjes tonen, hè, dat dit wel degelijk werkt. Ik druk op OK. Het euroteken gaat ervoor. Ik zal de formule al naar beneden kopiëren. Dan gaan we zien dat hij dat al uitrekent. Stel dat je echt een diehard calc- of Excel-gebruiker was, een rekenbladwizard, dan kan je dat euroteken zelf gaan opmaken. Ik zal eens eventjes laten zien. Stel dat we bij format cells dat gewoon op Belgisch hadden laten staan. Oké, dan gaat het euroteken erachter staan. Had je dat dus manueel willen veranderen, rechtermuisknop cel opmaken. En dan kan je hier bij de opmaakcode kan je zelf gaan zien, bijvoorbeeld dit stukje tekst hier, voilà, dat. Dat is het euroteken, dus ik zou dat via Ctrl-X helemaal naar voren kunnen brengen en dan op Ctrl-V drukken. En dan, je gaat zien, hier staat nog geen spatie tussen, dus ik druk op spatie en dan gaat hij de spatie maken. Wat is dit stukje achter die punt komma? Ik zal het je zo laten zien. Dat staat in het rood van het moment dat er een negatief bedrag staat. Dus daarom staat hier red tussen haakjes. Er staat een minnetje bij. Dus ook hier had je kunnen zeggen, dit stukje tekst, Ctrl-X. Ik ga dat voor mijn min zetten. V, min, voilà. Zo zou die negatieve getallen in het rood ook met een euroteken naar voren zetten. Druk op OK en je gaat zien dat geeft hetzelfde resultaat. Dit is een beetje een afwijking van de oefening. Wat heb ik nog nodig? Hier zo heb ik het totaal nodig, dus dat is opnieuw de som van dat gehele gedeelte. Druk op enter en dat zou 24 euro moeten zijn. Ik moet het aantal bezette tafels ook nog gaan tellen. Hier is de tafel plattegrond. Dus het aantal is bij jullie is aantal, maar bij mij in het Engels is dat count of tellen. Wat willen we tellen?
het aantal gebruikte tafels, dat zou er 20 moeten zijn. Ik wil ook een gemiddelde krijgen. In het Engels was dat average. Het gemiddelde van datzelfde bereik. En als laatste wil ik ook gaan tellen hoeveel personen dat er aanwezig waren. Dus ik ga weer de som kiezen van datzelfde bereik. Druk op enter en er waren 57 personen aanwezig. Op naar de volgende oefening. De laatste in die reeks 14-3-3. Een quizje maken, dat is eigenlijk helemaal dezelfde oefeningen. Je hebt hier de score nodig van die verschillende rondes. Je drukt op de som. Je duidt alle rondes aan. Pakt de formule naar beneden. Je moet een gemiddelde gaan berekenen. Dus average. Zo. Van het gemiddelde van de eerste ronde. Dan heb ik het hoogste nodig. Dat was voor ons allebei hetzelfde. Max van diezelfde ronde. Ik heb ook het laagste nodig. Dus min. Druk op enter. Duid het bereik aan. Ditzelfde heb ik nodig. Sleep dat helemaal naar rechts. En mijn oefeningen zijn af.